We hebben het mooiste deelnemersveld ooit. Medvedev, Rublev. Ja, het zijn echte Russen. Qua tennisspel, zou ik maar zeggen. Als ik denk aan Safin, Kafelnikov uit mijn tijd. Echt missen geen bal van de baseline, maar constant drukken. Zodra je een beetje wat rustiger aandoet, dan komen ze alweer. Dan laat ze je rennen links, rechts. En ja, geef je bijna geen punt, geen gratis punt cadeau. Over het algemeen niet de meest ongelooflijke service. Allemaal niet. Hè. Geen slechte. Meestal een hele harde vlakke eerste. En de tweede is alweer een stuk minder. Dus daar hebben ze niet van, maar het blijven gaan. En dat is, ja, dat is heel, heel lastig om daar tegen te spelen. En daarom zijn ze ook succesvol. Ze zijn allebei in de top 10. Dus als ze eenmaal in hun ritme komen. En ik denk dat juist iemand Tsitsipas kan dat doorbreken. Hè, door vaak naar het net te komen, rallies kort houden. Maar als het niet lukt om die rallies kort te houden. Dan ga je toch vaak aan het kortste eind trekken. Abonneer je nu op ons YouTube kanaal. En mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.